We gaan naar het Lali Town ziekenhuis. Zoveel prachtige kinderen zijn geboren. Het voelt zo leuk om ze hun leven te zien beginnen. Nou, we moeten de moeders hun pasgeborenen geven. De glazen zijn beslagen. Ik zal ze later schoonmaken. Nou, baby's, kom met me mee. Hallo, gefeliciteerd. Jullie baby's zijn prachtig. Fiona, hier zijn de jouwe. Jasmin, de beste wensen. Denk je niet dat hij alles door elkaar heeft gehaald? Laten we ruilen. Goedemiddag. Hoi, we willen een baby adopteren. Ik heb 3 schatjes in gedachten. Hier, het is van jullie nu. Wat geweldig. Dokter, we hebben ook een baby nodig. Tuurlijk, hier is een baby. Is er voor mij geen meisje over? De drieling vonden hun families. Waar heb ik mijn bril verloren? Ik denk dat ik niets verwisseld heb. Knip een kartonnen cirkel uit. Wikkel het rond de bodem en maak grote lussen. Nancy is erg arm. Lieverd, we zijn thuis. Je zult snel vriendjes worden met de kat. Oh, waar moet ik haar laten? Ik kan haar niet op het bed houden. Oh, mam struikelde over de kachelbenodigdheden. Ik heb een idee. Je kunt gratis een wieg maken als je je fantasie en vaardigheden hebt. Ziezo, de baby heeft nu haar eigen slaapplek. Mama wiegde het meisje tot ze vast in slaap viel. De tweede baby had het geluk van een zeer rijke familie. Dompel de baby in de magische wieg van rijkdom. Terwijl het meisje in de wolken spetterde, verscheen er een gouden glitteroutfit. Verf een tandenstoker goud. Een kleine scepter voor een kleine prinses. Ze is nu lid van een superrijke familie. En ze gaat alleen nog maar wandelen in een luxe kinderwagen. Er ligt geld op de grond in het enorm rijke landhuis. Mama bracht haar baby in huis en zette haar meteen in een gouden wandelwagen om haar een ritje te geven. Wacht even, ik ben zo terug. En hier heb je een cadeautje. Oh, waar is ze gebleven? Hey, Glory, waar ben je? Onze baby is het echte werk. Ze heeft al een cheetah getemd. Mam, ik rij! Ze is zo actief. Je kunt laten rijden. Kom hier. Ik vond het geweldig. Maak een punaise doosje leeg. Verwijder het etiket. Verf de doos zilver. Laten we eens kijken wat er in de set zit. Een fopspee met juwelen, een fles met een zilveren dispenser en een dure rammelaar. Geld valt recht uit de lucht. Een rijke baby verdient alleen de beste spullen. Er is grote chaos in het rijke gezin. De baby is wakker geworden en huilt in haar wiegje. Zelfs sprookjes helpen niet. Oh, mijn liefste. Bediende? Hoor je niet dat de baby haar koffertje nodig heeft? Oké. Kom hier. Er is alles wat je nodig hebt. Een fopsbeen, een fles en een speeltje. Neem wat melk, baby. Bediende, geef hem wat dollarbiljetten servetten. Ziezo, breng nu het rammelaar speelgoed en vermaak de baby. De rijken kunnen zich niet vervelen. Ja, mevrouw. Samantha zit vol en valt in haar moeders armen in slaap op het ritme van een rammelaar. Het meisje van de arme familie is volwassen geworden. Hoi, ik ben Teresa. Vind je de beer leuk? Ik heb er zo lang van gedroomd. Bevestig een gedrukt stuk op karton. Schets het silhouet en kopieer de stukjes. Naai de stukjes aan elkaar vast. En vul het speeltje met katoen. Hou de beer vast, liefje. We zullen onafscheidelijk zijn. De arme baby is groot geworden en ze gaat naar school. Oh, vandaag was een zware dag. Tijd om huiswerk te maken. En wat is dat? Een briefje? Een cadeau voor de beste dochter. Mama wist dat ik een teddybeer wilde. Maar we hebben geen geld. Dus heeft ze het zelf gemaakt. Wat schattig. Ik moet mijn nieuwe vriend voeden met wafelrestjes.
verven belletje zilver. Voeg een handvat toe, zodat het makkelijk is om te bellen. Ding dong! Schatje, het is laat. Je moet naar bed na het sprookje. Maar mama's verhalen laten de verbeelding op hol slaan. Mam, ik heb helemaal geen zin om te slapen. Ding! Bediende, breng me wat warme melk en koekjes. Oké, juffrouw, ik ga het bed opmaken. Maar warme melk helpt niet. De baby zit nog vol energie voor spelletjes. Bel. Ding! Wat zou je willen, kleine meid? Breng me alle snacks die we in huis hebben. Het is het enige dat me helpt in slaap te vallen. Komt eraan. Wow, zoveel snacks. De baby heeft veel snoep gegeten. Ding! Nu wil ik nieuw speelgoed. Oh, ik heb het bijna niet gehaald. Te gek. Wat moet ik nog meer bestellen? Ding! Wie zit hier te klooien? Het is geen speelgoed. Haal de beer terug. Ben je niet benieuwd hoe het verhaal afloopt? De baby valt eindelijk in slaap bij het geluid van haar moeders stem. Rol een klompje lichte klei op. De baby stapt op een balletje en plet het. Vorm een laars en wikkel er gaas omheen. Versier het gips met strassteentjes en een glinsterend hart. De superrijke familie kwam naar een doktersafspraak. Wat is er met jullie gebeurd? We waren aan het skiën in de Alpen en de baby heeft haar been bezeerd. Ik zal haar meteen onderzoeken. Het komt wel goed, baby. De afdeling ligt vol met speelgoed. Alles voor de kleine patiënt om zich comfortabel te voelen. Zie je, het is helemaal niet zo eng. En goudgietwerk is als een duur accessoire. Dokter, ik verveel me. Daar zorg ik wel voor. Papa weet hoe hij Glory moet opvrolijken. Hij nodigde de favoriete zanger van zijn dochter uit op zaal. Het meisje en de dokter luisterden naar haar prachtige optreden. Ten slotte liet de zangeres een handtekening achter op het gips van de baby. Beterschap! Dank je, het was geweldig! Vouw het papier in een zaklayout. Na een paar snelle bewegingen wordt het een echte handtas. Voeg een klepband en een handvat toe. Wat een schattig accessoire. Welkom in Lalitown's meest modieuze boutique. Hi. We hebben de beste designercollecties. Goedemiddag, we zijn hier om een cadeau voor onze baby te kopen. Wat zou u precies willen? Ik wil een tas. Kijk maar wat u wilt. Mogen we deze nemen, mevrouw? Oké, schat. Geweldig, ik pak hem in. De familie betaalt veel voor zo'n luxe accessoire. Yay! Het arme gezin besloot ook even langs de winkel te gaan. Mam, mag ik een tas? Oh, wat kunnen we kopen voor een paar munten? Ik ben bang niets. Oh, wat een pech. Maak je geen zorgen. Ik kan een tas maken van papier. Alsjeblieft. Wow, wat schattig. Dank je. Bedankt voor het langskomen. Maak een fotohokje. Verf de stukken wit en bedek met roze. De stokjes worden één voor één gekleurd. Een oud Gameboy-scherm wordt een monitor. Een paneel met een lens erop en een gat voor het afdrukken van foto's aan de onderkant. Versier de kamer met glanzende gordijnen. Ziet er perfect uit. Nu kan je de beste selfies nemen met je familie en vrienden hier. De arme familie gaat naar buiten voor een wandeling. Wat een prachtige dag. Laten we een foto nemen in een fotohokje om het in onze herinnering te houden. Geweldig. De rijke familie loopt voorbij. Laten we hier gaan zitten. We hebben zoveel geweldige foto's gemaakt. Oh, juffrouw, onze dochters lijken zo op elkaar. Dat kan niet waar zijn. Gebeuren zulke toevalligheden? We zijn net broers en zussen. Het is een wonder. De superrijke familie kwam voorbij. Wat gebeurt daar? Wow, alle drie de meisjes zijn bijna identiek. Zo'n wonder gebeurt maar één keer in je leven. Het is zo geweldig dat we elkaar ontmoet hebben. Zullen we samen een foto nemen? Magische ontmoetingen zijn geen toeval. De superrijke, rijke en arme families werden vrienden. Maak een paar skis van een plastic fles.
Voeg wat glinsterende stukken en schoenveters toe. Je kunt niet zonder skistokken. Bevestig kralen en een cirkel aan de uiteinden. Lussen. Een vakantie in de bergen wordt zeker een succes met deze uitrusting. Het rijke meisje nodigde de arme familie uit voor een skitoernooi om hen haar nieuwe hobby te laten zien. Skiën. Maak je geen zorgen, het is gemakkelijk. Ik zal het jullie laten zien. Hier, zie je? Ik wil het ook proberen. We gaan de uitrusting klaarmaken. Hier. Teresa is verrassend goed in skiën. Ze is een pro, gezien het feit dat het haar eerste keer is. Wow, stoere meid. Een rijke zakenman merkt het talent van de arme baby op. Je moet zulke vaardigheden verbeteren. Beloof dat je eraan zult werken. Ik geef je met trots de beker en een geldbeloning voor je deelname aan het toernooi. Gefeliciteerd! Joepie, nu zijn wij ook rijk. Teken een hart op het glitterfoampapier. Lali-dollars veranderen in de zin, wil je met me trouwen? Luxe romantiek. Samantha kan geen nee zeggen, hoop ik. Lieverd, kom naar buiten. Diego! Oh, ik had nauwelijks tijd om mijn haar te doen. Voor mij ben je perfect. Ik heb zelfs een liedje geschreven over onze liefde. Hou alsjeblieft op. Ik heb het. Ik zal een andere strategie proberen. Samantha, wil je met me trouwen? Geld, diamanten en liefde. Natuurlijk wil ik dat. Deze zijn toch niet nep, of wel? Ik ben gelukkig. En niet eens vanwege het geld. Een stuk schuimpapier veranderen in een toast. Leg ze op een bord. Laten we wat eieren koken. Er is een dooier met een ring in het midden. Hoe ongewoon! Kathy verdient iets speciaals. Oh, hier is het ontbijt. Ik zal een ei bakken met toast. En de dooier zal in de ring verstopt worden. Briljant. Lieverd, we eten weer uit blik. Waar ben je? Ik heb een verrassing voor je. Een verrassing? Hier is het. Wil je mijn vrouw worden? Natuurlijk wil ik dat. Hun liefde zal gedijen in de hangmat. Wat een mooie armband. Laten we het gebruiken voor onze nieuwe craft. Voeg strassteentjes toe. Deze gum zal van pas komen voor de steen. Een echt sieraad. Deze juwelierszaak heeft een enorme selectie. Geen namaak, alleen echte juwelen. Oh. Hallo? Ik hoop dat je iets naar de garing kan vinden. Gegroet, wij zijn hier voor een verlovingsring. Alsjeblieft, kies maar wat je wilt. Lieverd, vind je niks mooi? Nee, al mijn vingers zijn bedekt met ringen. En wat doen we nu? We zullen geen goede ring kunnen vinden. Wacht eens even, we hebben iets. Collector's Edition. Oh, dit is mijn koningin waardig. Lucia probeerde een gouden ringriem met diamanten. Perfect, we kunnen gaan trouwen. Dank u voor de aankoop, nog een prettige dag. Ze betaalde me vroeger dan verwacht. Een gewone wc-papierrol verandert in een kleintje. Wikkel de koker in papier. Dat is extra. Deze tandenstoker zal dienen als een potlood.
Laten we teruggaan naar onze eerste stel. Cathy is aan het breien en Christopher leest de oude kranten. Lieverd, we gaan binnenkort trouwen. We hebben uitnodigingen nodig. Waar zullen we ze opschrijven? We hebben alleen kranten. We hebben nauwelijks materiaal. Lieverd, ik weet wat ik moet doen. Kijk, alles komt goed. Toiletpapier is makkelijk te verdelen in uitnodigingen voor elke gast. Nu zullen al hun vrienden worden uitgenodigd voor de bruiloft. De pop heeft haar uiterlijk veranderd. Laten we een bruidskorset maken. Mesh met edelstenen is wat je nodig hebt voor een luxueuze jurk. Haar haar is versierd met een tiara. Goud en enorme kristallen zijn overal. De bruid ziet er zo duur uit. De bruidssalon heeft een grote selectie van luxe jurken. Maar twee bruiden vonden dezelfde jurk mooi. Geef het terug. Ik zag het eerst. Oh, meisjes, niet vechten. Ik zal alles beslissen. Samantha, alstublieft, uw kleding. Geen jurk voor mij. Lucia, we zullen een exclusieve kleding enkel voor u maken. Ga naar de paskamer. De bruid verscheen met een fabelachtige jurk. Ah, perfect. Veel plezier. Dank u. Phew, het is soms moeilijk om gekke rijke klanten tevreden te stellen. Ik heb geen goede jurk. Maar dit gordijn is goed genoeg. Dus ik kan dit zelf doen. Ze ging aan de slag. Laten we eens kijken hoe deze rok eruit ziet op een paspop. De volgende is een korset van kant. Het is mooi geworden. Ik zal het versieren met een riem en bindgaren. Aha. Niet genoeg bloemen. De zoom moet wat kant hebben. En een strik gemaakt van jute. Nu is het tijd voor het passen. Geweldig, ik ben zo blij dat ik eindelijk ga trouwen. Mijn liefje is helemaal opgedirkt. Waarom ben je zo vies? Je moet er mooi uitzien op onze speciale dag. Wat moet ik aantrekken? Dit zijn al mijn kleren. De kast is leeg. Oh, er is nog één gordijn over. Laten we een mooi shirt voor je maken. Nou, het is klaar. Dank je, lieverd. Je bent de beste modeontwerper. Trouwens, hier is je sluier. Dit huwelijk wordt prachtig. Verf een kap als deze in goud. Versier de ogen en oren met strassteentjes. Deze helm maakt je haar onberispelijk. Samantha en haar beste vriendin kwamen naar een schoonheidssalon. Hoi, ik heb een bruidskapsel nodig. Oh, alles moet prachtig zijn op deze speciale dag. Ik heb hier een paar ideeën. Kijk maar. Ik heb het. Een gloednieuwe krulhelm. Je krullen zullen onweerstaanbaar zijn. Laten we het proberen. En ik wil dat mijn huid glad en glanzend is. Hier, probeer het masker met 24 karaat goud. De stylist liet alles achter en liet de salon uit. Oeps, ik ruik rook. Oh, ik sta in brand. Psst, er is niets gebeurd. Dit is hoe het apparaat werkt. Denk je dat dit acceptabel is? Waar is mijn haar? Geen paniek, ik maak alles in orde. Hier zijn al onze haarverzorgingsproducten. Breng dit 's nachts aan. Morgen zal alles weer normaal zijn, dat beloof ik. Als het niet werkt, hoor je van mijn advocaten.
snij de boog uit piepschuim. Goed gedaan. Gouden inscripties en ringen versieren onze ark. Wat een luxe huwelijksversiering. Eindelijk is het zover. Gregory en Lucia kunnen haast niet wachten. Al hun gasten zijn er. Gregory, neem jij Lucia tot je wettige echtgenote en leef je nog lang en gelukkig? Ja, dat doe ik. En jij, Lucia, neem jij Gregory tot je echtgenoot? Dat doe ik, dat doe ik! Ik verklaar jullie nu man en vrouw. Yay! Gefeliciteerd, tortelduifjes! En nu laten we een foto nemen. Deze boog is de perfecte achtergrond. Maak de takken klaar. Steek ze in de schuimblokken. Verberg de gewrichten van de takken met een touw. Versier de boog met wijnranken en papieren confetti. Voeg bloemen toe. De trouwboog is bescheiden geworden, maar het belangrijkste is dat ons pasgetrouwde stel gelukkig is. Tot nu toe is alleen het varken bij de ceremonie aangekomen. Lieverd, waar ben je? Wacht, ik heb meer tijd nodig. Oh, mijn liefste. Schattig varkentje, leid onze ceremonie alsjeblieft. Christopher, neem jij Kathy tot je vrouw? Ja, dat doe ik. En jij, Kathy? Ja. Dan is deze verbintenis officieel. Ik hou van je. Gelukkig gaat het niet over hoeveel geld je hebt. Laten we voor het boeket van de bruid zorgen. Ze zijn zo zeldzaam. Goudstaven van geld. Wat een samenstelling. De bruid zal verrukt zijn. Vandaag is een speciale dag voor het gigarijke paar. Zelfs het boeket van de bruid met goudstaven en een bankbiljetten. Lucia, gooi het boeket. Wij willen ook trouwen. Ik zal het vangen. Gooi in het midden. Vang! Mijne, gaat het goed met u? Mijn hoofd! Ik verloor mijn evenwicht omdat ik zo blij was. Het is goed. Ik zal je helpen. Hier is een pleister. Dit wordt een nieuwe sieradentrend. De ceremonie was geweldig. Peggy wil nieuwe kleren. Helaas kan ze het zich alleen veroorloven om een jurk van papier te maken. Oepsie. Het ontwerp is niet zo slecht. Voeg een paar bandjes toe. Laten we nu de schoenen maken. Het past bij de outfit. Een sjaal maakt haar look compleet. Haar kleren zijn bedekt met vuil en vlekken. Geen trendy prins. Peggy is blij dat ze Shelly's moeder is. De baby is ingepakt met een krant. Maar de baby is gelukkig in de armen van haar moeder. Het is Peggy's geluksdag. Ik heb een heel stuk brood gevonden. Oh, kijk daar eens. De vuilnisbakken zijn uit zichzelf gevallen. Oh, het komt allemaal door de katten. Ik heb jullie door. De armen hebben honger. Nou, er is genoeg brood voor iedereen. De katten genieten van hun eten. Lieverd, ik ben thuis. Oeps, ik ben niet alleen. Neem wat brood, lieverd. Deelde het vriendelijke meisje met de huisdieren. Ze hebben plezier samen. Iedereen is gevoed en gelukkig. Deze doos zal van pas komen. Knip een deel uit een container uit. Alles is bedekt met zilver. Giet er een fonkelende glitter in. Maak een drankhouder vast. Een machine om flesvoeding te maken helpt de jonge mama's. Miranda is de moeder van Sue. Dit gezin heeft genoeg geld voor alles. De baby is verwend. Ze drinkt geen gewone melk. Hallo, we hebben de machine nodig om flesvoeding te maken. Hier is de levering.
Wauw, dat was snel. Geweldige service. Kijk eens wat daar is. Mooi. Zodra je de beker in de machine zet, mengt hij in kleurige melk. Het is klaar. Je gaat het geweldig vinden. Haar baby geniet er echt van. Wat is dat voor magie? Waar komen die bloemen vandaan? Stacy was aan het zonnebaden op een lichtstoel. Ik hoop dat je een goede reden hebt om mijn vrije tijd te verstoren. Dit kan maar beter een prachtige transformatie zijn. Je raadt het al. Roze lippenstift en gouden oogschaduw. Luxe cosmetica. Oh, ik ben onberispelijk. Neem stof voor de jurk. Weldra is een rok klaar. Maak de jurk af met een korset. Het past perfect. Neem een bondcape. Je ziet er perfect mee uit. Stacy neemt haar chihuahua mee, die overal een diamanten halsband draagt. Superrijke mama zwemt in luxe. Geen wonder dat zelfs in de badkamer alles bedekt is met geld en goudstaven. Mijn prinses is vies geworden na een wandeling en onze puppy ook. Oh, ik moet ze wassen. Zit stil. Dan zal ik onze hond wassen. Oh, ik werd afgeleid. Robbie, help! Een minuutje en hij haast zich om te helpen. Hoe kan ik u helpen, juffrouw? Begrepen, ik moet alles schoon en rustig maken. De robot kalmeert de baby onmiddellijk en wast haar. Gelukkig ben ik superrijk en kan ik me zo'n nuttig hulpje veroorloven. Wauw, er zijn zoveel kleurrijke kralen. Doe ze op bindgaren. Bind de zijkanten vast. Voeg spiesjes toe. Een massageapparaat zal je vermoeide spieren beter laten voelen. Mama wiegt de baby in haar armen. Twinkel, twinkel, kleine ster. Droom zacht. Oh, mijn rug. Ik kan niet wachten tot je zelf in slaap kan vallen. Kralen en spiesjes. We kunnen er iets van maken. En het is klaar. Peggy heeft een geweldige massage gemaakt. Dat is lekker. Ik voel me veel beter. Nu zit ik vol energie en ben ik klaar om weer aan het ouderschap te beginnen. Haal een lampje zo uit elkaar. Verf het stuk zilver. Strooi er wat glitter op. Er zit een donzig matras in. En hangende juweelkralen zullen leuk zijn voor de baby om naar te kijken. Rijke mensen huilen ook. Vooral kinderen. De baby huilt al 5 minuten. Lieverd, rustig maar. Misschien ben je ziek? Nee, alles is in orde. Wil je met je vriendje Olaf spelen? Alweer niet? Ik kan niet tegen al het lawaai. Hoe kan ik haar laten stoppen? Lalilu heeft een oplossing. Wauw, bedankt! Een wipstoeltje! Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Ga liggen, baby. Druk op een knop. En het wiegt je in slaap. En ik kan eindelijk een kop koffie drinken. Neem de wielen van een oude auto. Installeer een gouden kist. Wat magie! Een kinderwagen verscheen op de spiezen. Voeg een kantenbaldakijn toe en een plank voor kleine dingen. Schitterend! De matras moet van goud zijn. Een mobiel in de vorm van een maan met hangers zal de baby afleiden. Verbind een grote strassteen met hulpstukken en een kraal. Een afstandsbediening om een kinderwagen te besturen is klaar. Stacy en haar dochter gaan picknicken. Wat zullen we gaan doen? Geldhuisjes bouwen klinkt echt leuk. Hoe meer geld, hoe beter. Robbie! We hebben een comfortabele plek nodig om uit te rusten. De assistent bracht een unieke wandelwagen met een afstandsbediening. De baby slaapt en mama ontspant op de bank. Ik kan mijn dochter in de wandelwagen rijden en tegelijkertijd met mijn vriend praten. Hey, hoe gaat het? Wauw, er is zoveel spul. We hebben een container nodig.
verf het stuk bruin. Neem wat schors. Bedek het. Een oude spons zal een matras zijn. Doe er wat krantenpapier bij. De baby zal het leuk vinden. Peggy kwam in een nieuwe supermarkt. Oh, er zijn zoveel spullen. Ik kan niet eens kiezen. Maar ik heb geen geld. Ik hoor een baby huilen, maar waar komt het vandaan? Oh, ik dacht dat je daar eten had. Waarom gebruik je zo'n draagzak? Probeer dit eens, het is veel handiger. Dat vinden onze klanten ook. Een baby kan geen nee zeggen tegen melk. Het is van jou. Oh, ze vindt het leuk. Bedankt, je bent zo aardig. Wauw, er zijn zoveel versieringen. We hebben een bloem nodig. Er is een nieuwe wijzerplaat in het midden. Doe het horloge aan een bandje. Een smartwatch gecombineerd met een smarthanger zal van pas komen voor moeders van actieve kinderen. Miranda's superrijke vriendin kwam haar opzoeken. Stacy, hallo! Ik wilde je al een hele tijd bezoeken. Natuurlijk ben ik niet met lege handen gekomen. Heb je gehoord over dit nieuwe smartwatch met een hanger? Veel plezier ermee! Wauw, ik heb gedroomd over een als deze. Ik vind het geweldig. Laten we het vieren met een drankje. Terwijl de moeders praten, besloten hun kinderen zich te verstoppen. Oh, waar zijn ze gebleven? Ik ben zo ongerust. Wacht, je hebt een smartwatch. We zullen ze meteen vinden. Eén telefoontje was genoeg om de baby's te vinden. De kinderen zijn weer bij hun moeders. Allemaal dankzij Stacy's geschenk. Laten we een leertafel maken. Een oud palet plus een frame. Zet een tablet op poten. Bevestig de belangrijkste zakelijke grafieken en diagrammen. Dit is een cursus voor toekomstige miljardairs. Verf de poten groen en versier ze met glitters. De vrienden volgen een businesscursus. Wil je nog meer verdienen en je kapitaal vermenigvuldigen? Het is gemakkelijk. Dat klinkt interessant. De robot laat leerlingen wat grafieken en diagrammen zien. Goed gedaan, Robbie. Heb je alles onthouden? Natuurlijk. Stacy heeft het snelst geleerd en voelt zich klaar om deze kennis in het echte leven toe te passen. Kruis houten spiezen. Verf het hout roze. Pluk een paar bloemen. Nu ruiken de schommels als een tuin. Neem een stoel en een rugleuning voor de stoel. De zijkanten zullen de baby's beschermen tegen vallen. Elke stoel hangt aan dikke touwen. Laten we schommelen. Lieverd, kijk eens naar deze mooie schommels. Maak maar een ritje, dan neemt mama even pauze. De robot zag dat de baby hulp nodig had. Hij hing een ketting met diamanten op. En nu schommelt hij de baby. De baby huilde en nu lacht ze. Toen kwam Miranda. Mijn baby wilt ook schommelen. Ik heb hier geen tijd voor, maar ik heb geld. De oppas kan dit wel aan en krijgt een leuke beloning. En hier is Peggy. Mama schommelt haar dochter zelf. Ze wordt een beetje moe. Maar de dochter voelt zich verzorgd en geliefd. Alle drie de moeders zijn vriendinnen geworden. Als je het over je kinderen hebt, hoef je niet te pronken met je rijkdom, want het moederschap is vrij universeel.